Clark, anywhere else. Lieve mensen, u kijkt naar Radio Schiedam Loek TV. Althans, u kijkt naar Loek TV en u luistert naar Radio Schiedam naar het programma Passage 12. U dacht Rudolf van Veen, wat is die veranderd? Maar dat is die niet. <laughs> het is Bert Back. Bert, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Jan-Willem. Welkom in het programma. Dankjewel. Bert, uh, wij kennen elkaar van, uh, van de vorige eeuw nog. Uh, mm, ja. Jij was uh, ook actief in de danswereld waar wij allebei gewerkt hebben. We hebben een leuke tijd gehad bij de familie Citon, mag gewoon oh, gezegd ja. worden. Uh, maar ja, goed, daarna gaan de wegen uiteen. Uh, jij bent met je broers in Maasluis, ben je. Zeg maar de patatkoning van mijn uh, jarenlang geweest. Je gaat een, een, een eindje terug, maar dat klopt. Yes. Ja, dat is al een tijd geleden. Ja. Uh, maar goed, aan alles komt een eind, ook aan die samenwerking. Toen ben je met de vele miljoenen die jullie verdiend hebben, ben je een paar jaar naar Spanje geweest. Ja. Uh, weer teruggekomen? Ja, zonder miljoenen. Zonder dus, uh, miljoenen, ja. uiteraard, ja. want zo werkt dat in het leven. Uh, Heimwee mee of, of toch weer terug naar Nederland? Of, uh, uh, of uh, ja, was je er klaar mee? Nou, als je aan mij gedacht zou hebben dan. Hadden we hier niet gezeten nu, want ik, uh, ja, ik had het nog lekker op het strand gelegen. Ja. Maar goed, Vrouwlief, uh, dacht er anders over. Ja. En uh, <laughs> welke weg volgen wij allemaal? De, de dus weg van, uh, van Vrouwlief. Dus ja. Uh, ja. we zijn teruggekomen naar het, uh, naar het koude kille uh, Holland. En uh, nou ja, zijn weer gaan doen waar we goed in waren. En dat ja. is het verkoop van, uh, van voeding. Uh, in een Rotterdamse broodjeszaak. Ja, daar, daar ga je even te snel, want ik okay, Sorry. ik had je niet, niet zoiets van, uh, want ik heb van de week toevallig aan een aantal mensen, collega's uit mijn sluis gevraagd. Nou, jullie, jullie bedrijf was een begrip. Uh -huh. uh, je konde aas niet omheen. Uh, was er dan niet de aanleiding om te zeggen, we gaan terug naar onze roots en we gaan weer gewoon uh, de heerlijke kroket dan wel frikadel uh, serveren? Uh, of was je daar klaar mee? Nou, ik zol, buiten het feit dat we zeggen, waren we er klaar mee. Die gedachte is denk ik niet eens bij ons opgekomen. Oké. Okay. Wij, uh, wij kregen een aanbod voor een, uh, voor een overname van een bedrijf in Rotterdam. Uh -huh. Hebben daar eigenlijk niet, uh, niet lang over hoeven twijfelen. En eigenlijk is de, de vraag. Uh, <coughs> het, het is 16 jaar geleden, denk ik inmiddels. Maar ja. nu jij het zo stelt, uh, ja. hebben we daar eigenlijk nooit over nagedacht. Okay, dus dat gat in de markt ligt nog in mijn sluis. Voor de mensen die wat in mijn sluis willen, uh, <laughs> kunnen daar dat invullen. Uh, ik denk dat die hele branche iets anders geworden is. Ja, dat maar goed, wel, de, ja. uh, uh, een gat in de markt is altijd uh, te vinden. Dat, uh, Bert. Um, ik had een aantal maanden geleden een jonge dame, werkloos, baalde daarvan, kocht een SNV-wagen, heeft die omgebouwd en is nu als lunchbus gaan rijden. Hier eh, in de bedrijventerreinen. Geweldig initiatief. Chapeau, niet gaan zitten treuren. Actie. <laughs> uh, jij gaat iets dergelijks doen. Jij gaat de Boerenlunch uh, mm -hmm. verzorgen. Dat is een concept wat je zelf bedacht hebt. Aan jou de vraag natuurlijk: wat is dan de Boerenlunch? Kijk, de boerenlunch is een. Uh, laat ik er anders eerst onze missie vertellen. Wat wij, uh, wat wij zien is dat. Uh, dat men met een ander voedingspatroon, althans met zijn voedingspatronen bezig is. We zien de opkomst van, een, van biologische voeding in Nederland opkomen. We zijn ons bezig gaan houden met van wat, wat, hoe wordt onze voeding geproduceerd? Waar komt het vandaan? Die facetten bij elkaar opgeteld hebben ons doen besluiten een lunchconcept te gaan verzinnen. Wat we aan kunnen gaan bieden aan bedrijven. We hebben hem bij ons, de, de, de krat zoals die hier staat. De krat zijn wij gaan vullen met, met producten, met lunchproducten. En we hebben die lunchproducten allemaal aan een bepaalde norm moeten laten voldoen. We hebben gekozen voor vier, vier normen. Die normen zijn dat het product wat in de lunchkrat gaat biologisch moet zijn. Daar zijn we van, van uitgegaan. Nou, we weten allemaal dat biologisch in Nederland nog niet op dat platform staat dat het voor iedereen betaalbaar is. Dus hebben we daar wat concessies in moeten doen? Dus hebben we daar wat andere normen bij bedacht? In die vorm van dat we zeggen: als het product duurzaam geproduceerd is, als het lokaal geproduceerd is of ambachtelijk geproduceerd, kan het bij ons mee in het verhaal. Waarom het lokale verhaal? We hebben in de regio Rotterdam, in de vorm van het Westland Hoekse Waard, heel veel lokale telers zitten. We hebben geen boerderijen meer, zoals ik net hoorde. Maar we hebben nog wel mooie nieuwe kastbedrijven in, uh, in de regio. Uh, als je zo'n zo zo ondernemer spreekt. hoor je dan dat 90% van zijn producten voor het buitenland is. Terwijl ze hier op nog geen uh, 10 kilometer afstand liggen. Uh, wij willen graag die producten bij ons in de krat hebben. Uh -huh. Om A. Uh, uh, lokaal te kunnen produceren. Nou, we pakken daar gelijk een stukje duurzaamheid bij. Zodat ons, uh, onze sla bijvoorbeeld niet uit, uh, uit Spanje of uit Israël hoeft te komen. Maar dat we dat gewoon vanuit ons eigen Westland kunnen, kunnen ja. betrekken. Je hebt wel een grote concurrent. De bedrijfskantines, de bedrijven, de zaken, de winkels, uh, ja. het broodje kroket tussen de middag, de hamburger, uh, de het kopje soep, en noem maar op. Uh, is er al een omslag gaande? Hoe, hoe zie je dat op het ogenblik in Nederland? Want er wordt wel van buitenaf natuurlijk gepredikt van ook op scholen weg met die sausagebroodjes. Maar ja, je bent zelf ook jong en wild geweest. Wat is er nou lekkerder dan s'ochtends niet thuis te ontbijten en om half tien het eerste sausagebroodje naar binnen te werken? Kijk, ik denk dat we daar het verschil moeten zien tussen, tussen een bedrijfskantine hè, met volwassenen of een, ja. of een, een schoolkantine. Uh, het, het verbannen van snacks uit een schoolkantine vind ik een pre. Want we weten allemaal hoe het, hoe het, hoe het gaat. Hoe we, hoe, zeker onze kinderen qua gewicht dikker en dikker worden. Mm -hmm. Dus wat dat betreft vind ik dat een heel goede, goede insteek. Op het moment dat je kinderen daar al bewust laat worden... met het stukje gezondere voeding, biologische voeding. In ieder geval het rekening houden met je voedingspatroon. Ja. Dus chapeau wat betreft bedrijfskantines. Ja, het is heel simpel, op het moment dat een bedrijfskantine stopt met het broodje kroket of met de frikandel... dan gaat het personeel naar buiten en gaan ze bij uh, is de eerste beste uh, slager of snackbar uh, juist, naar binnen komen ze zeggen. terecht. Dus, uh, ja. Maar goed, die omschakeling die, ja, die moet in het bedrijf zelf gemaakt worden. Ja. En uh, wat wij zien met uh, met is dat uh, dat als men eenmaal die stap gaat zetten uh, en ook men dat men proeft uh, het verschil proeft. Mm -hmm. Uh, tussen bijvoorbeeld een, een biologisch uh, zuurdesembrood of het brood van de Albert Heijn, ja. dan, uh, ja, dan, dan komt die kick wel. Nou zijn er twee factoren die meespelen Bert. Dat is natuurlijk uh, de prijs. Want uiteindelijk. Uh, <coughs> af en toe verwoesten. Uh -huh. uh, je werkt met verse producten. Dat moet natuurlijk ook ingekocht worden. Uh -huh. En wat mij met name lastig lijkt. Het moet natuurlijk nog allemaal wel klaargemaakt worden. Jij zet die krat neer. Dan moet er toch wel een leuke kantinejuffrouw of meneer zijn. Die zegt van uh, nou prima meneer Spek. Uh, leuk dat u de krat heeft gebracht. Maar daar zit wel een uurtje werk in. Voordat het voor de hele winkel of het, voor het hele bedrijf klaar staat. Kijk, de, 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 de missie die wij in eerste instantie uh, meenemen in die vorm dat uh, nu meestal die lunch, uh, zoals je net uitlegt, uh, gedaan wordt door, door een, uh, een office manager. Uh, die, gaat, uh, die gaat op pad, die gaat naar de Albert Heijn, die gaat, staat ook in de rij bij de Albert Heijn. Maar uh, met alle respect voor deze dame of heer, die gaat ook even kijken in detailage de bij de schoenenzaak of die schoenen er nog, uh, nog staan. Ja. Uh, die gaat uh, met, uh, met uh, lunchproducten naar kantoor. Uh, Gaat dat uitstallen? Gaat dan naar de administratie om haar bonnetjes te doen? Nou, dat hele verhaal bij elkaar kost een uur. Ja. Uh, op het moment dat ze een bonnetje kwijt is, heeft ze nog een probleem met de administratie. Want de administratie kan niet uitbetalen als ze geen bonnetje kan overleggen. Uh, nou, dat ligt bij ons allemaal iets anders. Wij, uh, wij leveren de, de krat. Wij uh, sturen daar één keer per week of één keer per maand de facturen uh, voor. Dat neemt een hoop tijd uh, weg wat betreft de dame die dat moet gaan doen of de heer. Hè. Dat ja. zijn niet alleen maar dames. Voordat ik, uh, en uh, dat stukje gemak nemen wij uit handen. Uh, onze chauffeur zet de koelspullen koel, uh, uh, in, de, in de koeling. Een bestelling, En bestelling, ja, dit <laughs> gaat gewoon door, he, je ziet het. <laughs> nee, die zetten spullen in de koeling en het personeel uh, haalt zijn eigen ja. uh, producten uit de koelkast om de ja. lunchtafel, zoals wij hem noemen, uit te stellen. Nou, even inzoomend op wat je dus letterlijk aanbiedt. Ik zie hier een prachtige krat, uh, maar dan is het nog niet klaar. Um, is, is, is er van alles mogelijk om wat te maken? Of blijft het echt beperkt tot, tot uh, vruchtensap, tot een yoghurtje? Ik zie fruit liggen. Mm -hmm. uh, maar, maar men wil ook een broodje eten of, of dat soort dingen. Hoe, hoe werkt dat dan? Ja, het eerste gesprek wat wij aangaan met de klant, is eigenlijk maar één vraag die we, die we de klant stellen. Is: uh, wat, uh, wat lusten jullie? Uh, de tweede uh, niet? Krat? Het, is, uh, het is erg druk. We gaan nu naar een ander uh, niveau toe, denk ik. Ja, we gaan hem nu gewoon uitzetten. Ja. <laughs> sorry, sorry. Ja. Voor de mensen die nu bellen voor een krat, even ja, wachten. Ja. <laughs> Kijk, fijn hè, die mobiele telefoons. Perfect. Ja, je kan er ook mee strijken tegenwoordig. Uh, sorry Jan-Willem, wat was zeg, de vraag? Nou, ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wat, wat komt er in die krat terecht? Want je okay. kan wel zeggen, zet u even een kratje neer, maar dan zitten er bijvoorbeeld geen broodjes in. En dan zegt zo'n bedrijf, ja dag, daar kunnen we niet op werken nee. vanmiddag. Zoals ik aangaf, wij, uh, wij vragen de klant, wat, wat lust jullie uh, beslist niet? Uh, als daar een antwoord uitkomt, gaan we daar natuurlijk vanzelfsprekend rekening mee houden. Komt het antwoord er niet in de vorm van, of dan komt het antwoord. We lusten eigenlijk alles wel. Mm -hmm. Gaan wij de, de lunchkrat zelf uh, uh, selecteren? Ja. Uh, de lunchkrat heeft altijd brood uh, uh, in zich. Uh, vleeswaren heeft hij uh, in zich. Hij heeft een huisgemaakte salade die dagelijks uh, wisselt. Ook een, huisgemaakte een kroket als het moet? Nee, 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 nee. nog geen. Uh, nee. We, we, we willen ons echt toch wel. Kijk, op het moment dat een klant uh, het contract opzegt, uh, alleen nog maar als er wel een kroket <laughs> in komt, dan, uh, <lacht> <lacht> dan gaan we er ook <laughs> nadenken. <laughs> dan is het zijn... zakelijk in beeld. Ja, dat ja. Door, ja, ja. Kijk, we dus moeten dus... ook. Uh, ja, wel, ter... de schoorsteen moet er ook. Hè. Uh, Daarom. Maar, maar ik bedoel, er zijn, zoals je zegt, de doelstelling is gewoon, het moet lekker en het moet gezond zijn. Uh, hoe ga je dat nou, want het is nieuw, het is, het, het, je, ik weet niet of je al kratten wegbrengt, maar mm -hmm. volgens mij is dat niet zo. Hoe ga je, dat, nou, je bent begonnen, hoe, hoe reageren mensen in eerste instantie wanneer de eerste krat gearriveerd is? Uh, in het begin uh, is het zowel voor de klant als voor ons natuurlijk even aftasten van oké, okay, wat, wat, ja. uh, een van de onderdelen daarvan is bewijzen van spreken of althans, is, is het snijden van brood ja. ja of nee? Blijf jij bijvoorbeeld bij tijdens nee. de eerste krat? Nee, nee je zegt nee. gewoon van hop en dan. Ja. De eerste krat, sorry. De eerste krat ja. natuurlijk wel. Hè. Ja. Willen, althans, wil ik zien wat, wat er gebeurt, wat de beleving is. Ja. En zoals ik zei, wij, uh, wij snijden het brood. Uh, in het begin hebben we dat niet gedaan. Mm -hmm. Omdat we eigenlijk die beleving van, van de, de homp brood, zoals dat. Uh, alleen het nadeel is, er moeten een bepaald aantal sneeën uit, uh, ja. uit een brood komen. En onze ervaring is dat als je dat de werknemers laat doen, uh, dat ze op een gegeven moment bellen van joh. We hebben voor vijf man besteld, maar we komen pas paar brood tekort. Ja. En ja, dan blijkt dat het uh, ja. dus niet op 12 mm uh, gesneden is, maar dat er op uh, heel veel, uh, dat er hele grote hompen brood gesneden zijn. Dus langzamerhand begint er een soort verfijning plaats te vinden. Juist, 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 okay. juist. Wat is het uiteindelijke doel, Bert? Waaruit gaat toch dadelijk even de basiskrat bestaan? Dat is een vruchtendrank, zie ik staan, een yoghurtje, uh, broodjes, beleg, nou, uh, we fruit. werken op, op zich niet meer broodjes, we werken met brood. We werken met landbrood, he, okay. grote, grote broden. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat als iemand uh, een vergadering uh, heeft en gasten krijgt, uh, de mogelijkheid heeft ook om bij ons uh, broodjes te bestellen. Ja. Uh, het is wel zo dat wij dat in het leven geroepen hebben puur voor het feit dat het als de gasten zijn en we nu bedrijven hebben die zeggen: nee, we vinden het juist als de gasten komen leuk om de krat te, te ja. presenteren in de vorm van. Het wijgevoel creëren Oeh, joh, met, elkaar met elkaar aan de leukere de de nee, ja, Je komt dus, met een gezelschap ergens uitgehongerd aan. en dan wordt er gezegd: we gaan allemaal een schort om doen. en dan ga je je eigen. Nou, ja, maken. nou ja, dat, 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 dat daar vind ik jou de uitgestreken. Zo'n nou, aangewezen persoon, uh, ik persoon van, voor. Ik ben meer de type die gaat zitten en zegt: doe u mij die soep en die kroket. Ja, maar, ja. Bet, ik ga het afronden met je. Uh, uh, boerenlunch. Uh, heb je een website dat mensen we toch een, uh, nog uh, even ja. kunnen googlen? Want uh, wij zijn natuurlijk niet hiervoor om dat uh, helemaal exclusief te promoten. Mensen moeten daar zelf achter. Te komen. Ja, nee, we hebben een, een website www.boerenlunch.nl. Okay. Daar staat alle info op. Die, uh, en wat wordt het afzetgebied? Waar ga je een beetje tussen beweren? Uh, groot Rotterdam. Inmiddels is Groot Rotterdam uh, heel groot uh, Rotterdam uh, geworden. Zojuist bij jullie in de, in de wachtkamer uh, sprak ik ja, een de wachtkamer? Uh, we zijn hier geen tegen. Ja, sorry. Wat, wat, hoe moet ik het noemen? Hoe wil je dat noemen? In de recreatieruimte, de lobby. De lobby. Okay. In de lobby uh, sprak ik een ondernemer uit uh, Spijkenisse... die uh, maandag contact met ons op gaat nemen. om, uh, om te kijken wat we voor elkaar. Uh, ik schrijf uh, even 5% op. Jij begreep wat ik dat is. Ik weet, weet jouw nummer, nummer. Uh, Jan. Pet, ik vind het hartstikke leuk. Je bent een ondernemer. We gaan straks nog meer met onder over ondernemen praten. Een ondernemer die zegt: van, wat dat is eigenlijk de moraal van het verhaal? Lieve mensen, ga er niet achterover leunen. Uh, we hebben de lunchbus gehad. We hebben jou met je boerenlunch. De lunch is hot, om het maar zo te zeggen. Ja. in Nederland. De biologische lunch. Uh, biologische lunch, daar wordt aan gewerkt. Ik wens je veel succes. En uh, ja, tegen die tijd dat de vrachtwagens vol met kratten de deur uitgaan, dan zullen we nog eens een keer een afspraak maken. Hartstikke goed. Veel succes. Dankjewel. Ik ga deze achterlaten bij jullie. Is goed. Neem het krat mee. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I. All your perfect imperfections give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. i around through every morning You're my downfall. You're my muse. My world.